Goedemiddag, ja, je spreekt met Jetro, eigenaar van Eigenwijs. Goedemiddag. En hoe vinden mensen het dat het terras weer open is? Nou, de mensen zijn gewoon heel blij dat alles weer doorgaat en open is. Je ziet gewoon blije gezicht van eindelijk weer eens naar buiten. En dat is wel iets heel moois. Vrijheid. Vrijheid, ja. Daar zijn wij ook heel blij mee. Want ja, voor iedereen is er blij mee dat de terrassen weer open kunnen, dat de winkels weer open kunnen, gedeeltelijk. De eerste stap is gezet. Hopelijk snel de volgende stap, dat we nog meer kunnen uitbreiden, dat we dit in de restaurants mogen, dat iedereen eens een beetje van die rotziekte af is. Dat jullie naam is niet voor niks Eigenwijs. Nee, ik ben de grootste Eigenwijs hier zo. Dus zo doen we ook wel een beetje. Jongeman, mag ik u wat vragen? Dat mag. Ik ben van RTV Scheldemond en ik ben benieuwd hoe het is dat de terrassen weer open zijn. Nou ja, ik ben er best blij mee dat het weer open is. En gezellig weer buiten op het terras een biertje kunnen drinken. En ik hoop dat het de komende tijd steeds makkelijker wordt. En dat het ook niet meer een bepaalde afstand moet zijn. En hopen dat het weer een beetje mee zit ook. Meneer, wat is uw naam? Bjarne de Vreese. En u bent van? Restaurant de Corner en Sluis. De Corner? Ja. En hoe is het voor u als eigenaar, ondernemer, dat de terrassen weer open zijn? Ja, heel leuk. We zijn heel blij dat we weer open mogen. Het is natuurlijk wel nog met beperkingen, maar goed, het is een begin en hopelijk kunnen we verder bouwen. En dan komen er weer meer versoepelingen, zodat we weer terug gaan naar het oude normaal. Gino, u heeft een restaurant met een terras, dat is nu open. Hoe is dat voor u als ondernemer na zo lang alleen maar afhalen en bezorgen te hebben gehad? Eigenlijk was het ook best vervelend voor alle ondernemers, ook voor mij. En plus ook voor het personeel. En voor de hele wereld was het een vervelende situatie. Maar als ondernemer in horeca, wij waren de slachtoffer al van begin al. En dat heeft zeer gedaan. Dat is niet kwestie van elkaar niet gunnen of andere ondernemers, maar horeca was zwaar van getroffen. En nu open te gaan, ja. Aan de andere kant denk je van, waarom maar beter niet open gaan? Waarom dat ik dat zeg, moet natuurlijk ook niet verkeerd opgevat worden. Ik ben blij dat we open zijn. Maar tot 6 uur, van 12 tot 6, is er geen oplossing. Voor een restaurant is dat een beetje vroeg eten? Dat is vroeg eten en in Nederland begint al pas 6:30, 7 uur beginnen ze al te eten. En dat je 6 uur die deuren moet sluiten, kan gewoon niet. En ook als slechte weer is, niemand gaat buiten zitten. Daar hebben wij eigenlijk niet zoveel aan. Kan u rondkomen nu u afhalen heeft van eten en bezorgen? Wat betekent rondkomen? Gelukkig, dankzij God, tot nu toe konden wij wel op onze benen kunnen staan. Van afhalen en bezorgen. Maar het is niet hoe het moet. Het is, je personeel blijft bezig. Je kosten lopen door. En er zijn ook slechter ondernemers die slecht van af zijn. Maar gelukkig, van vorig jaar dat wij een goede seizoen gedraaid hebben, kunnen wij, tenminste ik kan nog overleven, nog jong ondernemer. En ja, wat ik nogmaals aangeef, gasten die komen, die durven nog niet zo echt gaan op terrasje zitten. En de tijd wat nu aangeeft is tot 6 uur, is gewoon ja, ze moesten wel tot 8 uur. Dat was nog om te doen, voor alle ondernemers van horeca. Dat is niet reëel besloten, vind ik, voor horeca. Die hebben ze keihard aangepakt en dat weet heus wel, we weten niet wat erachter zit, maar horeca is, snap je niet, doel 1 was altijd horeca. Voor de cafés gaat het wel, een terras, want dan kunnen mensen tot 6 uur een drankje drinken, maar daarna willen ze eten en dan kunnen ze alleen afhalen of laten bezorgen en niet op het terras eten. En ja, maar van bezorgen kan men er niet van leven.
je kan gewoon niet van leven. En bezorgentijd, ik geef het ook nu aan, iedereen bestelt op een bepaalde uurtijd. Ze willen dat hebben. En je bent met 2 of 3 auto's bezig, of 4 auto's, maar dan red je het gewoon niet. En dan komt het laat, of gasten zijn niet tevreden, dat het laat is, want kinderen willen vroeg naar bed. Dat is allemaal gedoe. Gino, dankjewel voor je openhartige antwoord. Ik dank ook. Dankjewel. Wat vindt u ervan dat de terrassen weer open zijn? Nou, ik vind het vooral voor de horeca heel fijn. Voor mensen die hier hun brood mee moeten verdienen. Ja, en wij zitten hier natuurlijk heerlijk in het zonnetje nu. Dus dat is heel fijn. Ja, heel fijn. Meneer, u bent een wijnliefhebber, maar hoe is het hier op dit terras? Ik steek graag mijn neus in een glas wijn, dat klopt. Het terras is heerlijk. En Katzand is geworden, vind ik, de mooiste badplaats van Nederland. Dat was het niet 20 jaar geleden, maar wat ik nu zie is geweldig. Het is net zo goed als Knokke. Nee, het is beter dan Knokke. Beter? Knokke heeft een hele lelijke boulevard. Hoe is het voor u als ondernemer dat u weer open bent? In principe, voor mij als ondernemer is het super dat we weer open kunnen, überhaupt open kunnen. Wellicht inderdaad dat het iets langer kan zijn. 6 uur is wat dat betreft toch wel een lastige tijd om het af te sluiten. Maar zoals ik zeg, in principe de afgelopen maanden dicht geweest. Dan zijn we heel erg blij dat we überhaupt weer wat kunnen doen. Hoe loopt het op het terras? Hoe zijn de klanten? De klanten zijn erg blij dat ze ook weer het terras op mogen. Erg vriendelijk ook, hebben wat dat betreft heel veel geduld. En wordt enorm gewaardeerd dat er weer voor gezorgd kan worden op het terras. Mag ik je aansteken nog even vasthouden? Dank u.